Hoi, in deze video ga ik je laten zien en vertellen hoe je een zuurdesemstarter maakt. De term zuurdesem refereert aan zowel het brood als aan de starter die je nodig hebt om het brood te maken. Brood bestaat in de basis uit meel of bloem, water, zout en een vorm van gist. De gist zorgt ervoor dat je brood gaat rijzen en daardoor luchtig wordt. En desem is een natuurlijke gist en daarom zeer geschikt om je brood van te bakken. Een desem kun je heel makkelijk zelf maken. Je start hem op in zo'n 6 dagen, waarbij je steeds water vermengt met bloem en een beetje desem van de vorige dag. En daarmee voed je je desem. Wanneer meel vermengd wordt met water, komt onder de juiste temperatuur een chemisch proces op gang. Micro-organismen, melkzuurbacteriën en wilde gisten uit zowel het meel als de omgeving gaan met elkaar reageren en produceren bijproducten die ervoor zorgen dat je brood gaat rijzen. En zij geven het brood zijn rijke, complexe smaak. Als je eenmaal een desem hebt, kun je die blijven verversen, zodat je er steeds weer opnieuw mee kunt bakken. Wanneer je een brood gaat bakken, houd je een beetje desem over, wat je weer opnieuw voedt met bloem en water. En wat je dan overhoudt, kun je weer gebruiken voor de volgende keer dat je gaat bakken. Je kunt je desem van elk meelsoort maken dat je wilt. Ik gebruik voor deze desem roggenvol korenmeel, omdat er heel veel goede micro-organismen in zitten en dat heel makkelijk is om daar je desem mee op te starten. Ik gebruik het samen met tarwebloem en naarmate het proces vordert, voeg ik steeds meer tarwebloem toe en minder roggenvol korenmeel, zodat uiteindelijk de desem uit alleen maar tarwebloem bestaat. Laten we aan de slag gaan. Wat heb je nodig? Wat je nodig hebt is een doorzichtig bakje. En het is leuk om het doorzichtig te kiezen, omdat je dan het proces goed kunt volgen. Zoals ik al zei, roggenvol korenmeel en tarwebloem en water. Een weegschaal is handig en een elastiekje. En natuurlijk iets om te roeren. Ik neem een schone pot en daar doe ik 75 gram roggenvol korenmeel in, 25 gram tarwebloem en daar voeg ik 100 gram water aan toe. Je roert het goed door, dan strijk je de bovenkant glad, je maakt de randen schoon, zodat je er goed door kan kijken. Doe je er een elastiekje om, op precies de hoogte waar je desem zich nu bevindt. En dan kun je het wegzetten met een deksel er losjes op een plaats met een temperatuur van ongeveer 20 graden. Zo, we zijn nu 24 uur verder en mijn desem ziet er nu zo uit. Je ziet dat er al wat activiteit is ontstaan. Er zijn al wat bubbeltjes zichtbaar en je ziet dat die ook wat is toegenomen in volume. Maar dit hoeft bij jou helemaal nog niet het geval te zijn. Het kan zijn dat je nog helemaal niks ziet. En het kan ook zijn dat je zelfs een beetje een naar luchtje ruikt. Maar dat maakt niet uit. Je kunt gewoon de stappen zetten die ik nu ook neem. En wat ik vandaag ga doen, is ik ga 50 gram roggenvol korenmeel toevoegen en 25 gram tarwebloem. En dat samen met 75 gram water. En dat voeg ik toe aan 100 gram desem. Ik voeg eerst water toe. Dat roer ik goed door en dan voeg ik 50 gram roggenvol korenmeel en 25 gram tarwebloem toe. Dan zet je het mengsel weer weg voor opnieuw 24 uur met het deksel en losjes op. Zo, we zijn weer 24 uur verder. En als je geluk hebt, is je desem nu in volume verdubbeld en behoorlijk actief geworden. Nou, zoals je kunt zien, is dat met deze desem het geval. Maar het kan ook zijn dat jouw desem dat nog niet heeft gedaan, nog niet is verdubbeld. Dat maakt niet uit. In elk geval ga je weer door met de volgende stap. En dat is 25 gram roggenvol korenmeel toevoegen en 50 gram tarwebloem aan 100 gram van je desem. Dus dat betekent dat je er wat afhaalt totdat je 100 gram over hebt. 100 gram desem, 75 gram water aan toevoegen en goed doorroeren. En door eerst het water toe te voegen, los je eigenlijk de desem goed op. En kun je daarna gemakkelijk de roggenvol korenmeel en de tarwebloem toevoegen. En weer doorroeren. Ik zet hem weer weg met de deksel er losjes op. En dan gaat hij weer 24 uur staan. Je desem is inmiddels 4 dagen oud.
Er zal nu wel wat activiteit te zien zijn. En als het goed is, kan de decem zich in 12 uur in volume verdubbelen. Nou, je ziet dat deze decem verdubbeld is geweest, maar dat hij weer is ingezakt. Vandaag ga ik 15 gram roggeveel korenmeel toevoegen en 60 gram tarwebloem. Weer aan 100 gram decem. 75 gram water. We roeren het weer door. 15 gram roggeveel korenmeel en 60 gram tarwebloem. En weer doorroeren. En dan zet je hem weer weg. Op een temperatuur van 20 graden. Dag 5. Je decem is nu 5 dagen oud. Als je decem zich in 12 uur kan verdubbelen, is die bijna klaar voor gebruik. Vanaf dit moment voeden we hem alleen met tarwebloem, 100 gram decem met 100 gram tarwebloem en 100 gram water. We lossen weer de decem op in het water. 100 gram tarwebloem erbij. Doorroeren. En dan kun je hem weer 24 uur wegzetten. Als je decem zich op dag 6 kan verdubbelen of verdriedubbelen in 6 tot 8 uur, is die klaar voor gebruik. Dan kun je ermee gaan bakken. Je decem heeft ook onderhoud nodig. Het wordt ook wel verversen genoemd. Er zijn twee opties. Als je elke dag bakt, bewaar je decem op kamertemperatuur en je ververst hem elke dag. Bak je één keer in de week of minder, dan kun je decem in de koelkast bewaren en dan ververs je hem elke week, ook als je er niet elke week mee bakt. Dat verversen dat gaat als volgt. Je voegt opnieuw bloem en water toe aan een deel decem. En om sneller een actief decem te hebben, kun je de verhouding decem, bloem en water wat wijzigen. In het begin deden we een verhouding 1:1:1. Als je hem sneller actief wil hebben, voeg je bijvoorbeeld 3 delen bloem, 3 delen water toe aan 1 deel decem. En daarvoor gooi je wat decem weg en je voegt bloem en water toe en je roert het weer door. En dan zul je merken in een paar uur, 6 tot 8 of zelfs nog wat minder, heb je een actief decem. Decem kun je het best bewaren op een temperatuur van 10 graden. Dus heb je een ruimte in huis waar het 10 graden is, bewaar je decem dan daar. En je kunt een decem ook voor langere tijd in de koelkast bewaren als je bijvoorbeeld op vakantie gaat. Nou, ben je dan terug en wil je weer gaan bakken, breng je decem dan op kamertemperatuur. En vaak moet je hem dan wel 1 of 2 keer of misschien zelfs wel 3 keer verversen voordat hij actief is. Ik hoop dat je wat hebt geleerd van deze video en dat het is gelukt om je zuurdecemstarter op te starten. En dat je veel plezier gaat beleven aan het bakken van zuurdecembrood. In de volgende video zal ik daar wat van laten zien. Ben je in de buurt vanuit Alblas, ben je van harte welkom om eens langs te komen in onze winkel. We hebben natuurlijk roggeveel korenmeel, allerlei soorten tarwebloemen en nog veel meer andere soorten meel. En we zijn er ook om je vragen te beantwoorden en advies te geven. Dus graag tot ziens!